de penningmeester van Mobile Service Breakfast, dus ik doe eigenlijk alles met het geld. Ik ben algemeen lid en ik doe het contact met klanten, zoals de mail. Ik ben secretaris en ik hou bij wat we hebben gedaan en wat we komende week gaan doen. Ik ben de voorzitter en ik zorg ervoor dat de taken goed zijn verdeeld. Wij bezorgen ontbijtpakketten in de weekenden bij de mensen thuis tussen 8 uur en 11 uur 's ochtends. Dat doen we omdat we graag een combinatie wilden van een product en een dienst. We zijn hierop gekomen omdat we graag iets sociaals wilden doen, dus contact met de mensen zelf. Een product is omdat we allemaal erg van koken houden, dus 's ochtends dan bakken we de broodjes af en de croissantjes. Breakfast. En wij wilden er heel graag een feestelijk ontbijt van maken, dus daardoor werd het breakfast in plaats van breakfast. Om zoveel mogelijk ontbijtpakketten te kopen, hebben wij heel veel sponsoren gezocht. We zijn naar de Albert Heijn gegaan, de fietsenmaker, we hebben gevraagd aan mensen of ze taardozen wilden sponsoren. En met behulp van sponsoren hebben we geld ontvangen, zodat we heel veel producten konden kopen. Dat zoveel mogelijk mensen onze pakketten gingen kopen, hebben we op verschillende manieren promotie gemaakt. En dat is onder andere door flyers, die hebben we gratis laten drukken. We hebben een website aangemaakt en een Facebookpagina. Verder hebben wij kratjes gekregen met naambordjes erop, waardoor iedere keer als wij naar school fietsen we reclame maken voor ons bedrijf. Hier hebben we het krantartikel van ons op de voorpagina van de Dijkporter. De Dijkporter is de lokale krant van Hattem en daar wonen wij. Uiteindelijk hebben we €566 aan de arme cacaoboeren in Peru kunnen geven en daar zijn we enorm trots op. Nou, Day for Change vindt het gewoon een ontzettend leuk project, omdat het niet alleen het feit is dat je gewoon les krijgt in de klas, maar dat je ook daadwerkelijk op stap gaat en leert hoe wat het is om iets op te zetten en ook commercieel te denken van wat heb je daarvoor nodig, wat moet je daarvoor doen. Dus daarom ondersteunen we dit van harte. Day for Change is een organisatie en die geven microkredieten aan mensen in arme landen, zodat ze zelf bedrijfjes kunnen opzetten en daar dan verder van kunnen leven. Door ons project helpen we niet alleen de klanten, maar ook de arme cacaoboeren in Peru. En het is goed om iets voor een ander te doen. Stem op Breakfast! We zijn heel blij met het project en hoe het is verlopen, dus nu hopen we ook echt dat we gaan winnen.